Meerderheid in de Tweede Kamer wil niet verder met de dierenpolitie, de Animal Cops. De Animal Cops die er zijn, moeten ook gewoon politiewerk gaan doen. En de honderden nieuwe dierenagenten die er zouden komen, die komen er waarschijnlijk niet. Maar dit is een beeld. Dit is een hond, een labrador. Nou, je kunt het zien. Die had een plasje in de woonkamer gedaan. De eigenaar die heeft vervolgens de hond bij de voorpoort gepakt. En heeft hem zo als een slinger tegen de muur aangeslagen. Met als gevolg dat de hond de poort gebroken heeft, hup uit de kom. Ja, in de spoedoperatie moest ondergaan. Bijna een half jaar is André Afsink nu Animal Cop. In die tijd stuurde hij 22 dieronterende zaken naar justitie. De hele huid staat onder de luis, onder de schimmel. En we hebben daar een dierarts bij laten komen en die is onmiddellijk ingeslapen. En die eigenaar die staat erbij en die vindt het de normaalste zaak van de wereld. Gefeliciteerd en succes. 125 Animal Cops zijn er nu. Het zouden er 500 moeten worden. In krantenadvertenties betoogt de dierenbescherming vandaag dat de Animal Cops een succes zijn. Het gaat nu beter met de meldingen over dierenwelzijn. We krijgen 2 keer zoveel meldingen binnen over verwaarlozing en mishandeling. Maar er is ook veel kritiek, want gewone agenten kunnen het werk toch ook doen. Cavia-politie wordt gekscherend gezegd. Een kamermeerderheid wil nu dat die cavia-agenten ook weer andere politietaken krijgen. Tot woede van de geestelijk vader. Eén groot succes en dan toch over de rug van dieren partijpolitiek bedrijven. Dat vind ik zeer, zeer onfatsoenlijk. En ik hoop dat de kiezer die partij er dadelijk op afrekent. Er komen een heleboel dierenleed tegen en wij hopen dat we het kunnen blijven doen. En zo niet? Ja, dan hebben de dieren een probleem. De kosten van de speciale training die de Animal Cops krijgen worden geschat op iets meer dan 1000 euro per agent.